Oeh, Twacky evolueert. Sonja ziet een link. Sonja legt de puzzel nu. Oh, jongens, er gebeurt veel te veel in deze aflevering. Ik weet geen titel te verzinnen, ik weet geen intro te verzinnen, niks. Je moet gewoon deze video kijken. Nintendo fans en yo Rikachu Army, wil jij ook in de Rikachu Army? Druk even op dat abonneerknopje hieronder dan. En laat de Army groeien. Man, de vorige keer ging even moeizaam. Mijn Pokémon zijn een beetje laag level, heb ik gemerkt. B was onze ass aan het kicken. Maar gelukkig hebben we tijdens de tweede poging B toch weten te verslagen. Of is het Bea? Is het als onze oude koningin? Geachte Nederlanders. Anyway, ik vind deze B eigenlijk best wel cool. En ik denk dat Jamper eraan komt. De Jamper van Sonja. Ja hoor, daar is die. Jampertie. Hallo Sonja. Sonja zegt, hey, mijn Jamper vind je echt aardig hè? In ieder geval, het is goed dat we elkaar tegenkomen. Want je weet dat er hier een memorial is toch? En er wordt gezegd dat de held van Galar, dat zijn verhaal daar verteld wordt. Nou, natuurlijk wil Sonja dat even gaan checken, want die is op onderzoek om gewoon eventjes alle wonderen van Galar te ontgrendelen, te ontrafelen. En ik zit keihard door een ontploffing heen te praten. Wat was deze ontploffing? Sonja zegt, laten we kijken. Kom op Jamper, let's go. Oké, let's go. Tempo. We moeten deze kant op. Hallo Dikkelet. Ik ben altijd benieuwd hoe Dikkelet er onder de grond uitziet. Daar zijn echt hele nasty plaatjes van, jongen. Misschien willen we dat gewoon eens weten. Oké, we gaan even deze trapjes omhoog. Oeh, nice. Kijk, je hoeft gewoon eens een kaartje te kopen als je hier het stadion in wil kijken. Je gaat gewoon hier naar boven. En dan ga je gewoon daar staan en dan kan je het stadion in kijken. Ja, tenzij er een dak zit op het stadion. Daar houdt het op. Is het de Kuip of is het de Arena? Dat is de vraag. Yo, oh nee. Is weer aanwezig. Maak het kapot. Maak het allemaal kapot. Wij moeten de Wishing Stars vinden. Braah! Trouwens, je hebt wel echt een big ass olifant bij je. Holy crap. Deze olifant is vet. Ik wil deze olifant ook in mijn team hebben. Laat de muur heel. Bede. Oh my. Jij weer. Dus je denkt dat je ook de Wishing Stars kan gaan collecten. Oh, zijn houding. Oké, we gaan battelen. Tegen bede. Ik heb Orbeedle. Dus ik ga jou helemaal kapot maken, jongen. Met mijn strugglebug op je bakkes. Oké, meer dan de helft. Dat is nice. Ik ga je slopen. Hij zegt, ik heb al meer genoeg van jou gezien om je team en je abilities te beoordelen. Dus daarom ga je nu een Psyshock doen. Dat is 10 HP damage. Je zou beter moeten weten. Oh man, doei Duosion. Lekker gedaan hoor, Bido. Ik vind jou een dikke eindbaas. Twacky, leveltje omhoog naar level 34. Oeh, die gaat denk ik bijna evolueren. Surfer is level 32, ik ben hyped. Gotorita. Ja, dat is ook een psychische Pokémon. Dus we gaan lekker door met Struggle Bucky. Gooi maar een Struggle Bucky op zijn bakkes. Hoppakeetje. Oeh, oké. Gotorita overleeft het net voor meer dan de helft. En special attack van Gotorita gaat omhoog. Maar ik weet niet wat voor movies jij hebt. Fake tears. Ga je even nep huilen? Cry, baby. Je lijkt op je baasje. Je lijkt op... Strugglebug op de baccaroni. Oh, ik zie even echt 1 HP over, jongen. Zo naar. Nou, ondertussen ben ik weer helemaal vol qua HP. Ga je nog een keer janken? Oh ja, je gaat even een super potion gooien op je Gotorita. Je wil hem wel healen, maar je hebt gewoon geen hyper potion over voor Gotorita. Je vindt dat Gotorita dat niet verdient. Dan zorg je voor je Pokémon en dan doe je het ook nog slecht. Wauw. Nou ja, ondertussen gaan we wel lekker hier zo met Struggle Bucky. Dat is wel chill. Nu kan ik mijn Pokémon een klein beetje levelen, want die moeten echt een paar leveltjes omhoog, jongens. Orbeedle, bam, level 34. Heatrum, ja, dat zal ongetwijfeld dan ook een psychic type Pokémon zijn. Zie je, die is ook level 35, hè? Toch weer ook een leveltje hoger dan mijn Orbeedle, die net naar level 34 is gegaan. Ja, nu krijg ik Dazzling Gleam op mijn bakkes. Dat gaat iets meer pijn doen. Bidde gaat eindelijk een klein beetje proberen te aanvallen. Maar, weer 1 of 2 HP'tjes over, jongen. Nog een keer een Dazzling Gleampie. Ja, dit doet wel serieus pijn op Orbeedle. Maar Orbeedle, je bent zijn hele team aan het slopen. Dus ga lekker zo door, zou ik zeggen. Het is geen lieverheers base. Orbeedle is een lieverheers baas. Orbeedle is namelijk een beetje low. Laten we even kijken hoe deze kolossal baas het gaat doen, jongens. Galarian Ponyta. Het is wel echt heel leuk. Galarian Ponyta is echt tof. Helaas kunnen we die niet krijgen in deze versie. Die kan je namelijk krijgen in Pokémon Shield. Maar hij is wel echt leuk. Deze kan je gewoon naast Keldeo zetten. Het is gewoon een unicorn family. Is echt nice. Incinerate op zijn bakken. Hij is ook nog best wel sterk hoor. Hij overleeft deze brute aanvallen gewoon. Ja, hij kan gewoon best wel battelen met Colossal. Ja, dit doe je goed. Maar ja, bedit. Ja, toch verliezen jongen. Ook je Ponyta gaat er gewoon aan, vriend. Hoppakee. Colossal en Toxtricity leveltje
zo omhoog. Toxicity die wil toxic leren. Dat wil ik sowieso leren. Dat is een van de fijnste moves in de game, naar mijn idee. En dan haal ik Flail weg. Zag je hoe boos die werd? Moet ik je een cursus anger management geven? Maar waarom? Hoe kan dit? Hoe kan iemand mij zo in de weg lopen? Ik was verkozen door de chairman. Ik was degene die de kampioen zou gaan verslaan. Ik ben een van de elite. Een van de bazen van de Galar region. Daar is Oleana. Die zegt, Challenger BD. Today is your payday. Oleana vroeg zich al af waarom die BD Rose Copperaja heeft meegevraagd. En nu zegt ze, ik kan niet geloven dat je deze Pokémon gebruikt om hier deze historische plek te verwoesten. Waarop Beta zegt, boeien, wat maakt het uit? De volgende 1000 jaar kunnen op het spel staan. Wat maakt zo'n monument nou uit? Oh, jongens. BD snapt niks van het leven. Rose zegt, jonge BD. Het doet me pijn om dit te zien, maar ik ben echt teleurgesteld in je. Loser. Ik ben degene die jou gevonden heeft en die heeft opgevoed toen je helemaal alleen was. En ik zag talent, maar nee man, sorry. Nu heb je het echt verpest. Ja, laat geen liefde zien naar Galar. Je bent niet waardig een gym challenger te zijn. Nu ga je terug naar Hammerlock. Oh! BD wordt gewoon ontslagen. En BD zegt, je disqualificeert me. Maar jij bent degene die me voorgedragen heeft. We kunnen dit op 100 manieren oplossen, maar jij kiest de slechtste optie. Waarom? En Oleana is gewoon zakelijk. Oleana kijkt gewoon zo. Jammer voor je, joh. Geef me maar gewoon die Wishing Stars en loop even mee met deze 2 bodyguards. En dikke toedeledoke. En ja, er worden wat excuses gemaakt. Nou, doei. Ja, ik vind het wel leuk dat BD nu uit de picture is. Sonja zegt, wat verschrikkelijk. Ik hoop dat de muur het overleeft na dit alles. Ja, laten we het... Oh, hier heb je je antwoord. Ik wou zeggen, laten we het hopen, maar nee, dit... Nee. BD, kijk nou wat je gedaan hebt. Maar er zit wel van alles en nog wat achter trouwens. Oh, Sonja ziet een link. Sonja legt de puzzel nu. De Heroes van Galar hebben te maken met de legendarische Pokémon Zacian en Zamazenta. Nou, het was niet helemaal goed wat hier gebeurde, zegt Sonja. Maar, ja, het werpt wel een nieuw licht voor ons op de zaak. Wat vertelt het ons over de helden van Galar? Ja, dat ze connected zijn met Pokémon. Maar die Pokémon die hebben ook een zwaard en een schild vast. Is er nog meer interessants hier te zien, vraagt Sonja. Nou, dat hier een beetje hetzelfde te zien was als op die tapijten in Hammerlock. En Sonja zegt, ah, dat heb je goed gezien. Er waren 2 heroes, maar waarom was er alleen 1 statue in de Bedeel Drop in? Goeie vraag, Sonja. Hele goede vraag. En weet ik ook niet. Nu moet ik Sonja een antwoord geven of het zwaard of het schild een Pokémon is. Ah ja, het is geen Dio Blade of Aegislash, toch? Sonja zegt 2 jonge helden, het zwaard en het schild, waren Pokémon. Maar waarom moest dit verscholen blijven achter deze mooie muurschildering? Dat snap ik ook niet helemaal. Waarom stond hij niet gewoon zo open? Ik bedoel, dit is best wel een huge ding toch voor Galar, of niet? Oké. 2 revivies. En we moeten nu naar Ballonlie. En dat is de stad hierboven. Nou, we kunnen niet daar verder naar omhoog. Dus ik denk dat we de andere kant op moeten. Maar laten we eerst maar eens even mijn Pokémonies weer gaan healen. Oh, even kijken wat de deal van de dag is. Hij koopt een parel voor 3000. Heb ik geen parel? Waarom heb ik geen parel? We kunnen een cracked pot kopen. Een kapotte pot. Dat is een item wat ik nog niet ken. Ik ga het gewoon kopen. Dankjewel voor de kapotte pot. Kapot. Oké, laten we naar Ballonlea's stad gaan. Dan moeten we hier naartoe. Zo te zien moeten we eerst door een bos op mijn mooie fietsie. Oh, Glimwood Tangle. Dit is het bos van de trailer, de teaser die op Twitch te zien was. Waarin ze Galarian Ponyta reviewden. Trouwens, wil je mijn live zien gamen? Volg me sowieso ook even gauw op twitch.tv/Rickachu. Maar laten we eerst even hier naar binnen. Oh, kijk daar. Dat zijn Impidimps. Check die Impidimpidimpies. Oh, we kunnen die paddenstoelen ook aanraken. Oeh, it's magic. Een duiveltje uit het doosje. Impidimp. Wat een baas. Oh, dit is wel echt een geinige Pokémon hoor. Ik neem aan dat het Fairy-type Pokémon is. Dus als ik Acid doe, dan zou dat super effective moeten zijn. Ik heb Toxtricity maar even op de eerste plek gezet. Acid. Oeh. Oh. Oh, oké. Dit ging vrij simpel. Sorry, Impidimpy. Ik ben mijn vraag van de dag weer vergeten aan te passen. Nou, ik weet wel een goede vraag nu we toch hier zijn. Wat vind jij van Impidimp, jongens? Vind je Impidimpy tof? Moet Impidimpy in mijn team? Ik moet wel zeggen, ik heb al een super tof team. Dus ik weet niet zo goed of die in mijn team moet. Ik ga even kijken of hier nog meer Pokémon zijn die de moeite waard zijn. Oh, Sinistra. Zie, wat is gewoon een kopje. Wat lachen, een theekopje. Zou dit een goede Pokémon zijn? Ik ben wel benieuwd eigenlijk naar deze Pokémon. Ik ga hem eerst even nuzzelen. Oh, hij is level 35, jongens. Dat is geen kattenpis, jongens. Level 35. Oef. Ik had hem bijna gesloopt. Bijna. Maar ik wil hem vangen. Ik wil deze nieuwe Pokémon sowieso even vangen, jongens. Kijk, hij is paralyzed. Dat is dope. Heb ik nog een Great Ball? Of ga ik hem vangen met een Premier Ball? Laat ik proberen om hem met een Premier Balletje te vangen. Let's go. 1. En 2. En...
Ah, nee! Oh, dat doet die Mega Drain. Dat vind ik niet chill. Het is hier donker, hè? Zou een duskbal werken? Het is gewoon een donker bos. Dus je zou zeggen dat ik hem in een duskbal ook zou moeten kunnen vangen. Dit vind ik best een toffe bal trouwens, de duskbal. Ja? Gaat het lukken? Nee, man! Nou, dan gaan we maar gewoon even een Great Ball proberen, hoor. Kom dan maar even in een Great Ball, Sinisty. Hij doet wel echt heel veel moeite voor... niet gevangen te worden. Wat is dit nou? Hoe kan dit? Hij had letterlijk 1 HP. Hij is paralyzed. Hoeveel meer kan ik doen? Ik kan niks meer doen. Ik probeer het nog een keer met een duskbal, want dat was net het closed. Ja! Nu hebben we hem wel. Sinisty. Ik ben heel erg benieuwd wat voor type Pokémon het is. Of het een type is die ik in mijn team zou willen doen namelijk. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. De types van de verschillende Pokémon. Het is een ghost type Pokémon. Oeh, dat vind ik wel interessant. Maar ja, wie moet er dan uit, hè? Ik vind mijn teampie zo leuk. Deze Pokémon is geboren toen een verloren geest in een kapot theekopje ging. Toen is de Pokémon geworden. Je ziet ook een tong daar uitsteken. Dat handje houdt volgens mij het oortje. Dat maakt het oortje van het theekopje. Wat vet. Nou, weet je, ik doe hem toch maar niet in mijn team. Want ik vind dat we echt nu op dit moment een heel vet team hebben namelijk. Ik ben benieuwd, jongens. Laat het maar even weten in de comments. Moet Sinisty in mijn team? Moet Impidimp in mijn team? Wie moet er wel in mijn team? Wie moet er niet in mijn team? Ik vind het zo langzamerhand heel moeilijk worden. Hier hebben we nog een nieuwe Pokémon. Indeedee? Indeedee, ook. Oké dan. Oh, deze Psybeam gaat pijn doen. Ja. Oh, en ik ben confused. Oh, snap. Ik ben echt veel te laag level. Ik merk het aan alles. Denk je dat ik Indeedee op dit moment kan vangen in een duskbal? Ik ga het gewoon proberen. Anders is mijn toxicity down. Oh my god. Dit ging best wel fout. Ik zou nog kunnen nuzzelen, zodat ik hem paralyze maak. Dan hoop ik dat ik niet mezelf sla. Kijk, oké, dit is top. Dit is helemaal top. We paralyzen Indeedee. En dan gaat er nu een Great Ball op Indeedee. Is dit ook een Ghost-type Pokémon? Is dit een Psychic-type Pokémon? En ik kan hem amper vangen, joh. Oké, nog een Great Ball. Let's go. Waarom is dit zo moeilijk? Hoe is dit zo moeilijk? Oké, laten we nog een keer nuzzle doen. Waarom blijf ik zo lang paralyzed? Oké, ik mag hem wel gewoon raken. Indeedee is inmiddels in het rood. Doet after you. En faalt. Ik ben wel blij dat hij niet meer de carrot aanvalt. Mijn toxicity leeft nog steeds, jongens. Ik kan hem gewoon niet vangen, joh. Oké, ik gooi er een healball op. Misschien vind je het leuk om in een healball te gaan. Helemaal goed. Blijf maar in een... Dat is ongelofelijk. Mijn pokeballs tikken geen eens. Ze krijgen geen eens 1 tikkie. Laat me deze Pokémon gewoon vangen. Oké, in een normale Pokéball? Nee, natuurlijk niet. Nee, joh. Kom hier. Vul mijn Pokédex. Indeedee. Is deze Pokémon zo goed of zo? Dat hij zo vaak uit mijn Pokéball gaat. Moet ik deze dan wel in mijn team doen? Hij wil gewoon echt niet gevangen worden. Inmiddels doet hij wel een Psybeampie. Dat houdt in dat mijn Toxtricity dood is. Nou ja, dood, hè. Hij is natuurlijk niet echt dood. Het is wel echt bizar hoe snel deze Pokémon elke keer uit mijn Pokéball gaat. Heb ik een ultrabal nodig voor jou? Nu gooi ik een hielbal. Hielbal, kom op, hielbal. Ja! Ja! We hebben hem. Oké, een hielbal dus blijkbaar. Linou gaat naar level 32. En dit is Indeedee. Psychic en Normal. Gebruikt de hoorn op zijn hoofd om de emotie van anderen aan te voelen. Het is wel een hele onverschillige Pokémon dit, voor mijn gevoel. Ja, ik heb geen idee of deze goed is. Nou, dan gaan we Toxtricity maar eens even healen. En dan gaan we nog even straks op zoek naar Impidimpie natuurlijk, jongens. Die wil ik ook nog wel even vangen. Milkery! Go Toxtricity! Pak hem met Acid! Hoppakee! Bijna in 1 keer down, maar net niet helemaal. Wow, deze rare melk-Pokémon. Ik vind dit toch zo'n gekke Pokémon, Milkery. Hoe verzin je dat? Gewoon een ingrediënt, gewoon melk. Een blopje melk is dit. Nou, dag blopje melk. Ga maar weer terug in je fles. Oh, nu Sinisty. Die hebben we dus net gevangen. Ik vind het wel geinig hoor. Lijkt een beetje op zo'n kopje van Belle en het Beest. Goed bezig, Toxtricity. Je gaat lekker. Hou vol. Overleef deze Astonish eventjes. Ja, heel goed. En Spark Sinisty maar. Hoppakee. Ja, dat was de tong hè, toen die kapot ging volgens mij. Twacky gaat nu naar level 35. En dan krijgen we nu te maken met Chinotic en gooi ik mijn Colossal Incinerate. Ik vind het trouwens wel echt grappig dat mijn Colossal nog zo snel is. Het ziet eruit als zo'n hele sterke logge Pokémon, maar hij is echt best wel snel volgens mij. Nog een keer Incinerate. Rah! Zo, dan hebben we deze kok ook weer verslagen met zijn melk Pokémon. Twacky evolueert. De final evolution van Twacky gaan we nu zien, jongens. Let's go. Wat word jij voor mega aap, jongen? Holy crap. Oh, kijk dat haartje zo. Dat pluk je haar voor zijn ogen. En
heeft de trommel. Rillaboom. What? Kijk deze dikke Pokémon. Wat vet. Rillaboom. Als die drumt, dan tapt hij wat kracht in zijn speciale boomstronk. En de wortelen van de boomstronk, die volgen de kant waar Rillaboom naartoe gaat in een battle. Oh snap. Die boomstronk is stiekem ook gewoon een Pokémon. Oké, jongens. We zijn dus nog op zoek naar Impidimpi. Phantump is zo leuk. I love Phantump. Maar ik ga er niks tegen kunnen doen met mijn Toxtricity. Oh, kijk daarachter. Daarachter staat ook een troll. Dat is geen Impidimp. Dat is zeker de emo-evolutie van Impidimp. Oh, hier. Hier, Impidimpi. Hallo. Kom je battelen, Impidimpi? Ik moet je nog even vangen. Kijk dan. Oké, nuzzelen maar gewoon even. Even rustig aan. Nee, doe geen Swagger. Nee, Swagger is vervelend. Als ik nu mezelf raak, dan sla ik mezelf zo hard. Nuzzelen. Ja, lekker. Heel goed. Kijk, hij is gelijk paralyzed. En is een Great Ball dan voor Impidimpi wel voldoende om te vangen? Of gaan we net zo moeilijk doen als die Pokémon van daarnet? 1. En 2. En 3. En vangen? Yo, dit gaat gewoon in één keer. Nice! Surfetch gaat een leveltje omhoog. Dat is ook altijd chill. En hier is de Pokémon beschrijving van Impidimpi. Deze Pokémon die leeft volledig op negatieve energie. Ja, oké. Ik weet niet of ik negatieve energie in mijn team wil, jongens. Dit kanaal gaat alleen maar om positiviteit. Dus ik weet niet of deze bij me past. Oké, jongens, maar ik ben wel onwijs benieuwd naar jullie mening. Want in dit bos hebben we allemaal nieuwe Pokémon gevangen. Namelijk deze Sinistee. Ik vind het best wel een geinige Pokémon. En ik ben benieuwd in wat hij evolueert. Hij lijkt me best cool. Dan hebben we hier Indeedee, die een beetje boos kijkt, maar die was wel super sterk en die wilde gewoon echt niet in de Pokéball. Een Psychic Normal type. Kan best goed zijn, jongens. Maar volgens mij evolueert deze niet, of wel? En we hebben Impidimp, een of andere gnoom troll, die zich voedt aan negatieve energie. Moet één van deze drie Pokémon in mijn team? Het zijn alle drie Kalar Pokémon, dus we mogen ze alle drie in ons team doen. Maar ik weet niet of jullie ze tof vinden, of dat jullie denken, nee Rick, jouw team is sowieso al dik baas. Laat je team zo. Laat het weten in de reacties. Gooi blauwe duimpjes op deze Pokémon serie. En als je Nintendo en Pokémon tof vindt, abonneer op dit kanaal. Kom in de Rickachu Army. En als je me live wil zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!